Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren Utrecht, voor en door jongeren. Op 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de waterschappen. En in deze podcastserie gaan we je er alles over vertellen. Mijn naam is Xenia Minnaert, ik ben 23 jaar, ik kom uit Utrecht, mijn pronouns zijn zij haar en ik ben de voorzitter van PINK. Dat is de jonge organisatie van de Partij voor de Dieren. En ik ben kandidaat nummer 10 op de lijst voor de Provinciale Staten. Ik ben ook de host van deze podcast. Naast mij zitten Anjo en Olivia. Zouden jullie je willen voorstellen? Ja, hallo. Mijn naam is Anjo Travaille. Ik ben de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen voor Partij voor de Dieren. En ik ben nu bestuurder bij het Waterschap, ook voor Partij voor de Dieren. Ik heb een baan als adviseur op het gebied van duurzaamheid en gedrag. Misschien is dat wel een aardig beginnetje. Heb je nog hobby's? Hobby's? Jazeker. Ik voetbal bij de VV Voorwaarts in Utrecht. Dat zijn mijn trouwste kiezers. En mijn ultieme hobby is Stratego. Stratego? Oké, dat is een heel oud spel. Maar wel... Nou ja. Nee, ik heb dat niet zo passend. Nee. Olivia, wie ben jij? Ik ben Olivia Butterman. Ik kom uit Amersfoort. En ik ben met 39 jaar een oudere jongere. Ik sta op plek 3 van de Provinciale Statenlijst. En op dit moment ben ik afdelingsbestuurder van de provincie Utrecht. En ik heb ook heel veel in Amersfoort gedaan om daar de boel van de grond te krijgen. Ik ben co-ouder van een zoontje van 8. Ik ben net begonnen met een nieuwe baan. En dat leek me een perfecte timing met de campagne die aankomt. Ja, hele fijne combinatie leek me. De inhoud is leuk, maar je moet ook iets van mensen weten. Anders kun je de wereld niet veranderen. Mensen maken uiteindelijk heel veel keuzes. Ja, dat is voor mij een hele diepe motivator om er wat aan te veranderen. Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren Utrecht. Voor en door jongeren. Zijn jullie altijd al politiek betrokken? Is dat iets wat je altijd al interessant vond? Nou, wel in ieder geval heel erg gemotiveerd om de wereld een beetje duurzamer en groener te maken. Dat is waarom ik uiteindelijk milieukunde heb gestudeerd. De inhoud is leuk, maar je moet ook iets van mensen weten, want anders kun je de wereld niet veranderen. Hè. Mensen maken uiteindelijk heel veel keuzes. Dus dan heb ik ook nog psychologie gepakt erbij. En ja, met die combinatie ben ik in mijn werk al heel lang bezig om de wereld een beetje groener en duurzamer te maken. En ook binnen het waterschap zou ik dat heel graag de komende jaren ook doen voor Provinciale Staten. En jij, Olivia? Ja, ik had. Er waren altijd wel gesprekken aan de keukentafel over politiek. Altijd wel links geëngageerd, zou je kunnen zeggen. En ik weet dat nog. Tenminste, dat heeft mijn moeder verteld. Nog voordat ik kon praten. Ik had een heel sterk. Heb ik nog steeds onrechtvaardigheidsgevoel. Hè? Rechtvaardigheidsgevoel. Dus als er onrecht aangedaan wordt, daar kan ik heel slecht tegen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus onrecht tegen dieren of onrecht tegen mensen, dat is echt. Ja, dat is bij mij een hele diepe motivator om er wat aan te veranderen. En heel lang aan de zijlijn gestaan en wel dingen gelezen. Verdrietig geworden, boos geworden over hoe dingen lopen. En nu is het tijd om aan de bak te gaan. Ja. Mooi. Ik denk dat veel mensen dat rechtvaardigheidsgevoel bij Partij voor de Dieren ook wel kennen. Dat veel mensen daarom bij ons zitten ook. Maar hoe zijn jullie dan uiteindelijk terechtgekomen in de politiek vanuit bepaalde motivatie die jullie hadden? Voor mij is dat ongeveer een jaar of 12 geleden of zo. Toen waren de gemeenteraadsverkiezingen hier in Utrecht. Toen heb ik me voor het eerst eigenlijk bemoeid, of eigenlijk aangeboden, kan ik helpen bij de verkiezingen. Toen hebben we heel hard ons best gedaan met heel veel mensen. En hebben de eerste zetel gehaald hier in de gemeenteraad van Utrecht met Eva van Es, inmiddels in de Tweede Kamer. Ja, dat was een beetje de start. Ja, ik denk dat iedereen bij Partij voor de Dieren een beetje start vanuit het onrechtvaardigheidsgevoel wat Olivia net schetste. En ik wil er zelf ook iets aan doen. Ik wil niet aan de zijlijn staan. Ik wil in actie komen. Ja, ja. En dan ga je een beetje zoeken van wat is je plek? Wat kan je dan betekenen? Voor sommigen betekent dat het lid worden van een werkgroep. En anderen die zijn misschien online veel bezig en weer iemand anders. En dat geldt dan denk ik voor mij en inmiddels ook voor Olivia dat we dat graag ook bestuurlijk doen. Dus in de besluitvorming proberen impact te hebben. Ja, herken je daarin, Olivia? Ja, dat geldt voor mij eigenlijk ook. Dat ik ook me realiseer dat de komende jaren gaan we echt kantelpunten bereiken natuurlijk. Qua klimaat, qua sociale ordening, zeg maar. Je merkt gewoon die polarisatie van alles wat er gebeurt.
En op zich, want ik ben co-ouder van een 8-jarig jongetje, ik ben kostwinnaar, ik ben verder alleenstaand. Het is best pittig, zeg maar, om dat erbij te doen. Maar mijn motivatie is zo sterk dat ik denk, ja, de komende 4 jaar gaan we echt kantelpunten bereiken. Dus ja. Op dat stikstofdossier, op al dan niet groeien in de provincie, op meer woningen, op meer asfalt. Nou, waar wij allemaal tegen zijn, of in ieder geval paal en perk aan willen stellen. Ik heb het gevoel dat we daar nu echt wat aan kunnen doen. Ja, ja, de aankomende 4 jaar worden er heel belangrijk voor, inderdaad. En nou, vinden jullie het spannend? Nu als lijsttrekker en als dan nummer 3 waarschijnlijk ook straks statenlid. Hoe voelt dat? Ja, ik vind het wel spannend. Ja, jij hebt natuurlijk al ervaring in de waterschappen, Anja. Maar ik vind het wel een beetje spannend. Want ik heb wel ergens het gevoel dat ik het wel kan. Maar ik heb tot nu toe veel meer een aanjaagfunctie gehad. Een kwartiermaker, mensen bij elkaar brengen. Een beetje meer op de achtergrond. Maar nu gaan je woorden echt gewogen worden. Ja. Dus dat... Maar het is prima. Daar ben ik ook denk ik naartoe gegroeid. Dus het is ook wel goed. Maar, ja, en je groeit er natuurlijk vanzelf ook steeds meer in. Ja. In die rol. Ja. Nou, ik vind het helemaal niet spannend of Olivia het kan. Dat is voor mij helemaal geen vraag. Dat weet ik wel zeker. En dat geldt eigenlijk voor ons hele team. Als ik kijk naar de kandidaten voor de bestuurszetels, maar dat geldt ook voor de ondersteuners, de fractieondersteuners, de commissieleden, de vrijwilligers. Dus we hebben zo'n sterk team om ons heen dat we kunnen gewoon heel veel voor elkaar krijgen. Wat ik wel spannend vind is de uitslag van de verkiezingen. Ja. En we zitten eigenlijk op een moment waarin we ook een beetje kunnen groeien qua zetels in de Provinciale Staten en daarmee ook weer meer invloed hebben in de uiteindelijke besluitvorming. Ja. Dus de uitslag van de verkiezingen, dat is super spannend. Maar of wij dat heel goed kunnen of niet, nou, daar heb ik geen enkele twijfel over. Ik ook niet. Dat komt vast goed. Ja. Om dan een beetje inhoudelijk erop in te gaan. Iets heeft jullie dus gemotiveerd om politiek actief te worden. Is dat ook hetgene waar jullie de aankomende 4 jaar het meest op willen focussen? Ja, voor mij wel. Kijk, de provincie Utrecht heeft eigenlijk een beetje, net als de stad Utrecht, inmiddels een, wat mij betreft een totale obsessie met groei. Dus er moet gegroeid worden. Provincie Utrecht moet de plek 3 voor meest economisch concurrerende regio in Europa behouden. Whatever that may mean. Niemand heeft enig idee. Maar in ieder geval, dat heeft een enorme aanzuigende werking op veel investeringen, buitenlandse investeringen, op mensen die hier komen werken. Maar dat vraagt natuurlijk ook, komen er meer auto's, dan komt er meer vervoer. Dan komt er meer stikstof vrij, weet je. Dus die hele obsessie met dat we maar moeten groeien als provincie, ik vind dat er gewoon een rare obsessie, dat we niet gaan voor welvaart, gewoon algemeen brede welvaart van mensen en dieren en de natuur, maar dat we altijd maar die obsessie met groei. En heel veel punten, onze speerpunten vallen daar eigenlijk onder. Ja, Anja, jij hebt daar wel wat details over. Zeker. Maar wat Olivia zegt klopt helemaal. Wij willen gewoon de focus hebben op een gezonde, groene leefomgeving voor mensen, voor dieren. En niet op economische groei waar alleen bedrijven wat aan hebben. En waardoor burgers en de natuur eigenlijk blijven zitten. Letterlijk met de shit, in dit geval vaak van de koeien. Maar wat wij vooral willen de komende 4 jaar is dat voor al die grote ruimtelijke keuzes, Olivia noemde er al een paar, maar dan gaat het om wonen, natuur, stikstof, mobiliteit, dat in al die grote ruimtelijke keuzes die voorliggen, dat perspectief van Partij voor de Dieren erin komt. Dat perspectief van, en wat betekent dat voor de lange termijn? En wat betekent dat voor de natuur? En wat betekent dat voor de impact op burgers? En in hoeverre kunnen burgers dan meebeslissen over hoe hun eigen omgeving eruit ziet? Dat zijn allemaal perspectieven waarvan wij willen dat die terugkomen in eigenlijk alle grote besluiten die de provincie gaat nemen de komende 4 jaar. Daar staan wij voor. En je hebt het over het perspectief van de Partij voor de Dieren. Wat is dat? Nou, bijvoorbeeld, er zijn een aantal gebieden in Utrecht waar woningbouw enorm urgent is geworden. En daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Maar daar moeten dan bossen voor wijken. Ja, dat is natuurlijk belachelijk, terwijl je ook een enorme opgave hebt voor natuur. Ja. We hebben ook helemaal geen behoefte aan extra asfalt. Of er nou een A27 is of een NRU... of een provinciale weg, extra asfalt trekt meer auto's aan. Dat weet iedereen. En als wij dus auto's gaan faciliteren in en rond onze provincie, ja, daar wordt onze provincie helemaal niet beter van. Sterker nog, de meeste auto's die gaan gewoon dwars door onze provincie heen. Daar hebben bewoners van onze provincie niet eens iets aan. Als het gaat om energietransitie,
dan ligt er heel veel focus bij de provincie op het aanleggen van windmolenparken of van windmolens. Maar ja, wat ons betreft ligt echt de grootste urgentie bij energiebesparing. Zowel voor koopwoningen als voor huurwoningen. We zien nu bijvoorbeeld een aantal programma's die gericht zijn op mensen die eigenaar zijn van een huis. Maar 1/3 van de woningen in onze provincie wordt bewoond door huurders. Ja, en die staan letterlijk in de kou. We willen zorgen dat energiearmoede, maar ook gewoon het comfort wat je hebt van een goed geïsoleerd huis, dat dat niet alleen voor mensen met een koopwoning is, maar ook voor mensen die een woning huren is. Dus het perspectief van lange termijn, voor ons allemaal, iedereen moet daarvan kunnen profiteren. Dat is eigenlijk het perspectief wat wij als Partij voor de Dieren willen inbrengen. En je zegt net, er moet geen bossen gekapt worden voor die woningen. Maar waar moeten die woningen dan wel komen? Nou, wat ons betreft zijn er genoeg mogelijkheden om gebruik te maken van gebouwen die nu leeg staan, waar je ook prima zou kunnen wonen. En een tweede optie is dat je nieuwe woningen bouwt, maar dan liefst zoveel mogelijk in de stedelijke kernen. En dan wel met zoveel mogelijk groen en natuur in en om die woningen. Een derde optie is aanbouwen bij bestaande bebouwen. En de laatste optie is wat ons betreft in situaties waarbij landbouwgrond een andere functie krijgt. Wat ons betreft heel veel natuur en een klein beetje woningbouw. Dus dat zijn dan een aantal mogelijkheden voor nieuwe woningen. Ja, en de vraag naar woningen zal natuurlijk ook minder toenemen als we minder groeien. Want dan komen we weer uit bij dat punt van de provincie die graag wil groeien. We zijn een van de meest snel groeiende regio's in Nederland. Ja, dan heb je dus automatisch meer woningen nodig. Dus dat is wat ons betreft, haakt dat allemaal op elkaar samen. Want is dat dan groei in dat er meer mensen geboren worden? Of is dat, wat voor groei is dat? Nee, het is aanwas. Het zijn veel kennismigranten. Economische groei. Ja. En dan de mensen die komen, dat zijn kennismigranten. Nou, dat is op zich natuurlijk prima, maar die gaan ook vaak weer weg. Na korte tijd. Ja, dus het punt van vooral die economische groei. Dan heb je dus allemaal bedrijven die zich hier vestigen, internationale bedrijven. En die winsten gaan elders naartoe. Dus wat ons betreft zou die economie veel meer voor de provincie een baat moeten zijn. Dus dat de mensen die in de provincie wonen daar feit van hebben. Maar niet per se grote buitenlandse bedrijven. Ja, een economie binnen de draagkracht van de aarde. Zo'n donut. Precies. De donut-economie. Ja. Dat is een verstandig economisch besluit en nog lekker ook. Ja, nou, top. En hoe is dit bijvoorbeeld wonen en hoe is dat de afgelopen 4 jaar gegaan? Nou, er zijn wel plannen gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat over economie, van hey, dat moet circulair. Dat is een beetje een ingewikkeld woord voordat je eigenlijk zo min mogelijk grondstoffen gebruikt. En wat je gebruikt, dat je dat ook weer kan hergebruiken. Nou, allemaal heel mooie papieren rapporten zijn daar ook verschenen. Van in 2050 moet de provincie helemaal circulair zijn. Maar ja, dan daarnaast heeft de provincie ook geprobeerd om steeds meer bedrijven ook weer aan te trekken bijvoorbeeld. Dus dat staat dan weer eigenlijk haaks op dat soort plannen. En we zien ook dat, zeg maar, er waren plannen om meer bomen te planten in de provincie. En ook daar is het eigenlijk nog niet echt van gekomen. Dus al die groene ambities, die zijn er wel. Die staan allemaal in de plannen. Maar we zien er weinig van terechtkomen tot nu toe. We hebben even teruggekeken ook in de afgelopen maanden op wat is er nou afgesproken in het coalitieakkoord en wat is er nou van bereikt. En wat is een coalitieakkoord? Het akkoord tussen de partijen die op dit moment de coalitie vormen, het dagelijks bestuur van de provincie. Ja, dat zijn een soort plannen voor de aankomende 4 jaar eigenlijk. Ja, het voornemen wat die in dit geval 5 partijen hebben afgesproken. En je zou kunnen zeggen, ja, dat zijn misschien wel de groenste partijen die ooit in een coalitie hebben gezeten. Met GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA en de PvdA. Maar toch, eigenlijk alle groene ambities die er waren, die zijn niet gerealiseerd. Dus het aantal hectares natuur dat erbij zou komen, is niet gelukt. De 600.000 bomen die erbij zouden komen, niks van terechtgekomen. De energieambities in opwekking van energie, maar ook in besparing van energie, zijn niet gelukt. De ambities om het OV te verbeteren, die zijn juist de andere kant ook op gegaan. En de OV-kwaliteit is alleen maar slechter dan voor 2019. En ook het voornemen om 10.000 auto's minder dagelijks in de spits te hebben. Nou, dat zijn alleen maar meer auto's geworden. Dus eigenlijk alles wat maar iets te maken heeft met duurzaamheid en groene ambities. Ja, dat is wel een heel moeizaam verhaal. Ondanks dat dit een van de groenste coalities is die de provincie heeft gehad. En hoe gaan jullie dat de aankomende 4 jaar anders doen dan?
Nou, ik denk dat de Partij voor de Dieren heel mooi die aanjaagfunctie kan vervullen. Nou, wat is die aanjaagfunctie? We zien het al in verschillende steden in de provincie. Dus in Utrecht, in Amersfoort en in de Utrechtse Heuvelrug zitten we in de gemeenteraden. Nou, in Amersfoort hebben we zelfs een wethouder, dus daar besturen we mee. Maar dan nog is die aanjaagfunctie heel belangrijk door gewoon steeds tegen die coalities, hè, dus de mensen die het voor het zeggen hebben, te zeggen van hey, het kan nog groener. Let op, hier gaat weer gekapt worden, dat is niet nodig. Dus echt daar scherp op blijven, echt die aanjaagfunctie. Bij de provincie liggen heel veel van dat soort punten die je goed zou kunnen oppakken. En waar ook steeds meer verzet voor komt onder bewoners. Dus er zijn best wat bewonersgroepen in de provincie die zich bijvoorbeeld verzetten tegen bouwen in het bos, in de buurt van Soesterberg, de oude tempel. In Amersfoort hebben we ook lang gestreden tegen de aanleg van de westelijke ontsluiting. Dat zou nog meer asfalt en nog meer auto's zijn aan de westkant. Nou, dat is gelukkig gelukt. Die plannen zijn van tafel. En daarvoor hoef je eigenlijk soms al niet eens in een raad te zitten, in een gemeenteraad of in de staten. Maar ik denk als wij met nog meer zetels in de staten komen, dat we echt het donkergroene geweten van de Provinciale Staten kunnen worden. En dat is echt belangrijk. Ik kan er nog wel één puntje op aanvullen, hoewel ik de woorden van Olivia nog even laat resoneren, want het zijn natuurlijk hele mooie woorden. En er zijn in de Staten wel vaak afspraken over wat is nou het doel en wat willen we bereiken, maar de manier waarop we dat willen bereiken blijft heel vaak heel erg lang vaag. En juist dat punt is heel kwetsbaar als je niet de juiste randvoorwaarden creëert. Ja, dan krijg je eigenlijk niet zoveel voor elkaar. Olivia noemde net al het voorbeeld dat als je graag wilt dat er meer natuur wordt gerealiseerd bijvoorbeeld, en je hebt tegelijkertijd de doelstelling dat je wilt economisch groeien en steeds meer bedrijven wilt aantrekken en in het verlengde daarvan steeds meer woningen nodig hebt, ja, dan is dat een hele lastige combinatie van doelstellingen. Dus goede afspraken maken over hoe realiseren we dat dan is heel belangrijk. Als het gaat bijvoorbeeld over hoe krijg je nou de stikstofuitstoot in onze provincie naar beneden? Een van de belangrijkste opgaven waar wij de komende 4 jaar voor staan. Dan zeggen wij, ga dan niet weer allerlei technische oplossingetjes bedenken die weer niet gaan werken. Want ja, dan heb je een hele scherpe doelstelling en dan kom je weer aan met flauwekul. Maar zorg dan echt dat je gewoon minder vee hebt. En minder vee en een andere bestemming van die grond zou enorm helpen om daadwerkelijk de oorzaak van het probleem aan te pakken. En dat ontbreekt nu heel vaak. Daar is Partij voor de Dieren juist heel sterk in. Wij kijken altijd naar het totale systeem. Hoe werkt dat? En hoe kan je dat duurzamer en eerlijker en socialer maken? En waarom is dat dan voor specifiek deze verkiezingen belangrijk? Nou, vanuit het landelijke overheid zijn doelstellingen gesteld over die stikstof. Hè? Dus al die stikstofnormen. Nou, veel van dat stikstof komt vrij uit de bio-industrie, de vee-industrie. Nou dachten we altijd van, hey, Utrecht is helemaal niet zo'n landelijke provincie. Maar ook hier zitten in ieder geval 2,5 miljoen dieren opgesloten in stallen voor menselijke consumptie. Dus daar willen we drastisch in minderen. Dat scheelt al een hoop stikstof. Maar ook de mobiliteit. Hè? We hebben hier de knooppunten, verkeersknooppunten van de A27, A28, de A12, waar veel gereden wordt. Als je daar echt op minder inzet, je OV verbetert, dan kunnen we die stikstofdoelen halen. En er wordt soms nu uitgeruild of gedacht van, hey, dat ligt vooral bij grote boeren of veehouders in andere provincie. Maar ook wij moeten daar wat in betekenen. Meer dan de helft van onze provinciegrond is landbouwgrond. Hè? Realiseren we ons niet altijd. En met miljoenen dieren hier, ja, dat is niet houdbaar. Nee. Dat draagt niet bij aan leefbaarheid en een leefbare omgeving voor de mensen en de dieren in onze provincie. Ja, bizar eigenlijk. Gewoon de helft. Maar dit zijn allemaal thema's best wel technisch of ja. Waarom is dat dan voor jongeren belangrijk ook? Nou, omdat we gewoon de komende 4 jaar de effecten van deze maatregelen gaan merken. Dus elke boom die blijft staan en die CO2 kan opnemen. Elke veehouderij die kan stoppen. Daar merk je direct de effecten van. We zien het nu al natuurlijk op natuurgebied.
Het Utrechtse Heuvelrug is het één na grootste nationale park wat we hebben. Daar moeten we zuinig op zijn. Heidegebieden hebben heel veel last van de stikstof. Dus we merken dat direct. En trouwens, waar we het ook niet vaak genoeg over hebben, gezonde lucht. Dus die stikstof en ook al het autoverkeer zorgt voor ongezonde lucht. Er komen hier veel longwegaandoeningen voor. Hè? Dus veel mensen die last hebben van longaandoeningen. In Nederland is het dichtbevolkt. Er zijn veel auto's, veel dieren. En dat zorgt gewoon voor een ongezonde leefomgeving. Ja, redden wat er te redden valt. Ja, zeker. Vorige week hadden we een debat in Overvecht. In het noordoosten van de stad Utrecht. En daar heb ik ook aangegeven hoe belangrijk wij als Partij voor de Dieren een leefbare, gezonde en groene woonomgeving vinden. En dat klinkt heel erg abstract, totdat je realiseert dat in Overvecht de levensverwachting 10 jaar korter is dan in de wijken die daar iets ten zuiden van liggen. Dat zijn Tuinwijk, Tuindorp en Vogelenbuurt, waar ik zelf woon. En ja, dan is het ineens heel concreet. Hè? Dan gaat breed welzijn of een leefbare omgeving gaat ineens gewoon over overleven en over gezondheid. Ja. En luchtkwaliteit is een van de grootste bedreigingen in onze provincie voor onze gezondheid. Ja. 10 jaar is ook echt heel erg veel. Ja. Zo'n gemiddeld verschil. Ja. Dan gaan we naar de afronding. Olivia, heb jij nog een laatste boodschap aan de jongeren? Nou, vooral ga stemmen. 15 maart. Blijf vurig en houd moed. Zou ik zeggen. Ja, mooi. En naast dat jongeren kunnen gaan stemmen, hoe kunnen ze verder nog inspraak hebben in de Provinciale Staten? Nou, voor ons is het heel belangrijk dat er burgerberaden komen. Dat is een beetje een ingewikkeld woord om mensen veel meer te betrekken. En wat ons idee zou zijn, is als er hele grote opdrachten liggen bij de provincie. Nieuwe wegen, woningbouw, dat soort dingen. Dat aan de tafel waar het overlegd wordt, dat daar ook gewoon een stoel voor de jongeren is. Dus, want het gaat over zijn, haar of hen toekomst. Dat zij mee kunnen beslissen, over mee kunnen denken over wat er staat te gebeuren. Dat is nu eigenlijk niet gebruikelijk om dat te doen. Dat gebeurt niet. Maar bij dat soort grote ontwikkelingen zouden we dat gewoon eigenlijk willen. En in de waterschappen leeft dat idee al wel langer, toch Anjo? Jazeker. We hebben in het waterschap HDSR hebben we zelfs een jongerenraad die helpt bij het waterbeheerplan. En het waterbeheerplan is eigenlijk het plan waar alles voor een periode van 4 jaar in samenkomt voor het waterschap. En die waterraad heeft het bestuur daarbij geadviseerd. Die heeft alle overwegingen meegemaakt en die hebben alle opgaven op een rij gezien. En die hebben aangegeven wat zij daar dan van vinden. En dat hebben wij als bestuur heel waardevol ervaren. Ja. Dat klinkt inderdaad als een mooie stap in de goede richting. Uiteindelijk is het natuurlijk het doel dat we gewoon jongeren ook in de waterschappen hebben en ook in de staten. En überhaupt diversiteit natuurlijk, maar dit klinkt als een mooie stap. Anjo, kan je in een paar zinnen vertellen waarom zou je nou stemmen op de Partij voor de Dieren? Nou, ten eerste zijn hele leuke mensen. Yes. En laat ik gewoon in 1 of 2 zinnen samenvatten. De Partij voor de Dieren is denk ik dé partij. De Partij voor de Dieren is dé partij van de lange termijn belangen van mensen, dieren en natuur. En wij maken politieke keuzes waarbij we heel goed luisteren naar de belangen van nu, maar ook van toekomstige generaties. Mooi, dankjewel. En ook heel veel succes met de campagne. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de waterschappen, samen met Bastiaan van der Lagemaat en Frank Juriendam, de nummer 3 en 4 op de lijst. Zij zullen ons meenemen in de wereld van de waterschappen. En mocht je in de tussentijd denken, ik wil wat doen, dat kan. Volg de Partij voor de Dieren op social media. Volg Anjo en Olivia op de socials. Deel deze podcast met al je vrienden. En hang natuurlijk een poster achter je raam als je een raam hebt. En het belangrijkste, like, comment, subscribe. Doei. Deze podcast is een co-productie van Frank Juriendam, Naira van Lubeck en Xenia Minnaert. Zonder de mensen voor en achter de schermen had deze podcast niet kunnen bestaan. De podcast is opgenomen in het stadhuis in Utrecht. Aan de podcast kunnen geen rechten worden ontleend. Provincie, daar is echt iets te kiezen. Wat is het geworden? Ja, Partij voor de Dieren. Nou, kijk eens aan. Je kan nu nog kiezen. En ben voorts van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.